Hans van Zwol, derde van links, speelde in een tijd dat er nog nauwelijks werd gefilmd. Er bestaat dan ook haast geen bewegend beeld van hem. Zijn beste tennisjaren heeft hij bovendien nooit kunnen spelen. Die lagen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Direct daarna was hij druk als eerste revalidatiearts van soldaten in Engeland. In Holland kon je niet oefenen en in Engeland had ik toen een vrouw te versieren. En hij nam inderdaad een Engelse vrouw mee naar Nederland, maar dat huwelijk hield kort stand. Met zijn dubbelmaatje Ivo Rinkel was Van Zwol wel succesvol. Nog steeds hebben zij samen dubbelrecord staan. Ivo, als ik makkelijk een bal had, liep je altijd even langs me en dan zei hij, Roomhoorn. Ja, Ivo, enige jongen die zo van die dood. Van Zwol was met zijn charisma en humor een graag geziene gast op Wimbledon en Roland Garros. Hij zat dan ook vol vermakelijke anekdotes, bijvoorbeeld die over een hoogwaardigheidsbekleder die mee wilde spelen in Monaco. De koning van Zweden was King Gustav. En die was 70 jaar. En die had een absolute passie voor het tennisspel. En die was grote vrienden met Landau, die daar de voorzitter was van de club. En die speelde het klaar om in Monte Carlo elk jaar te spelen. En dan richtte Landau, dat was de voorzitter, die richtte voor de koning een nieuw project. En dat was de handicap herendubbel. Doe je me na. Handicap herendubbel. Dat was alleen om te gillen van lachen. Want de koning stond al met zijn racket zo. Bij het net. En zo kwam de bal tegen aan het zo. Meer deel niet. Maar het was een schertsvertoning. Maar dat was voor de koning ingebracht. In eigen land werd Van Zwol maar liefst 13 keer nationaal kampioen. Hij dankte zijn titels vooral aan zijn harde service. Met zijn grote, sterke lichaam kwam Van Zwol ook vaak naar het net. In die tijd zeer ongebruikelijk. U ziet en hoort G. Brouwenstein. In 1954 trouwde Van Zwol met die prachtige sopraan. Volgens het gezaghebbende Amerikaanse blad Time was hij een van de 6 beste zangeressen aller tijden. Of het nou van Verdi is of van Mussolini. Ik was een volledige nul voor muziek en zij was een volledige nul voor tennis. Ja. Ze kunnen geen bar van. Samen ontmoeten ze grootheden in de hele wereld. In Nederland sierden zij de covers van bladers De Margriet en waren in de jaren 50 en 60 al shownios en daarmee voorlopers op de huidige sterren. Dan komt er een juffrouw die wordt met veel boebari aangetoond en een onuitspreekbare naam. En dan denk ik, god, wanneer zou ze iets van krijgen? Hans van Zwol werd in Nederland vooral bekend als de eerste televisiedokter. Hij presenteerde in de jaren 60 voor de VPRO medische programma's en behandelde daarbij onderwerpen als menstruatie en kanker, onderwerpen die tot dan toe absoluut taboe waren. De sportgekke van Zwol was verder een van de beste rugbyers die Nederland ooit heeft gehad. Rugby- en tenniscommentator, schrijvend sportjournalist, auteur van medische boeken en een medische encyclopedie. Maar ik heb wel een heerlijk goed leven gehad. Met zijn overlijden is een zeer veelzijdig, charismatisch, kundig en baanbrekend persoon heen gegaan. Hans van Zwol is 95 jaar geworden.